We houden met z'n allen deze speler in de gaten. Wie weet gaat deze topscorer van het toernooi ook vandaag weer scoren. En zoals u van ons gewend bent, zenden we ook deze wedstrijd live uit. Dus blijf kijken. Een hele goede middag, beste kijkers thuis. Eigenlijk, ja, is het jammer dat u thuis kijkt. Want het is prachtig weer hier. En daarmee heerlijk toeven in dit stadion. In afwachting van de aftrap. Wij proberen het weer en de sfeer in uw huiskamer over te brengen. Siert de Vos is de naam. En samen met Jeroen Gruter doe ik het commentaar vandaag. En vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van dit toernooi op het programma. Nou, wordt dit een gele kaart? Want deze ingreep is dat waard. Zo, deze scheidsrechter heeft er duidelijk zin in vandaag. Geel, zo vroeg in de wedstrijd. Ja, deze ploegen zijn nu gewaarschuwd. Deze scheidsrechter zit er heel kort op, laat weinig toe. Het schot wordt tegengehouden. De bal komt voor het doel. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. En zo wordt het gevaar bezworen. Nu is hij kwijt. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel toe dribbelt. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Hij laat de tegenstander achter zich. Wout Weghorst. Maar blijkbaar is het buitenspel. Het wordt gevlacht. Teamgenoot biedt ondersteuning. Nee, gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Torres. De bal is staat. Gaat naar de keeper. Wordt er gefloten? Nee, het fluitje blijft achterwege. Voorbeeld. Gebaarde arbiter. Ja, maar het voordeel blijkt geen voordeel en daarom krijgen ze toch een vrije trap. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. De spelers bereiden zich voor op de hoekschop. Hij wordt kort genomen. Neuer. Hij schudt zijn directe tegenstander af. De doelpoging wordt tegengehouden. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Wout Weghorst. Ja, mooi. Die steekpas. Makkelijke redding voor Neuer. Die had ik ook gehad. Sterk verdedigd op de eigen helft. Met die tackle. Rafinha. Hier moet toch een counter mogelijk zijn. Kijk eens wat een mooie steekpas. Rafinha gaat hem schieten. Oh, Neuer, moet je zien. Schitterend naar die bal gedoken. Zie het, op dit soort momenten is Neuer nog altijd van wereldklasse, hoor. De bal komt voor het doel. Daar komt een tegenstander tussen. Rafinha.
Nou, maak hem dan maar voor de voorsprong. Neuer heeft hem en van zo dichtbij. Kruiskamp. Heel goed gekiept hoor. Korte hoekschop op een teamgenoot. Goed afgepakt. Dat begon gevaarlijk te worden. Gaan we nu een counteraanval zien? De interactie is uitstekend, maar het leidt wel tot een hoekschop. Korte corner naar een teamgenoot. Snijdt naar binnen. Hij weet het schot tegen te houden. En het doelpunt. De eerste van het duel zit erin. Dat ziet er prima uit, zeg. Inderdaad. Hij komt hem er mooi in. De score is geopend. Het is 1-0. Bij Club Brugge wordt op dit moment ook gevoetbald. En volgens mij is er gescoord. En die is voor Club Brugge. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding. We zijn 22 minuten ver in de wedstrijd. En natuurlijk weer bedankt voor de update. Rafinha. Rafinha. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Oh, wat een wedstrijd is dit, zeg. Daarnet viel de goal nog aan de andere kant. Nou, hier is de gelijkmaker alweer. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan beheerst afronden. Ja, en dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden beschikt. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. Alle ruimte voor een dribbel. Op het doel, goal, ze staan weer voor. En dik verdiend hoor. Moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Dit moet het doelpunt worden. Die pakt hij lekker, is Szczęsny. Dat is geen geweldige paas. En dus balverlies. Hij gaat verder. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Dat was heel nodig, die actie. Maakt de actie en verovert de bal.
En met de bal aan de voet de uitbraak. Oh, heerlijk gedaan. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2. Voor de tegenstander het echt door had, was hij al buiten bereik en kon hij die kans benutten. We trappen weer af met een stand van 3-1. Wat een loopactie zeg, hij blijft aan de bal. Wat een sterke sliding zeg, bal veroverd. Hij is net iets te enthousiast in die uitbraak. De doelman zit ertussen. Hij had gewoon ook wat voorzichtiger moeten doen. Dat was de doelpunt geweest. Zet verder door. Het publiek vraagt om een schot. Goede ingreep van de keeper. Niet voor het doel, maar kort gespeeld. En dan trek je naar binnen. Hij blokkeert het schot. Oh, een kans van korte afstand. Netjes die bal weggewerkt. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Er zijn opties aanwezig voor een counter. Rafinha. Nou, verklein die achterstand. En de doelman in geen velden of wegen te bekennen. Waar is iedereen gebleven? Dit is toch niet te geloven? Het doel is volkomen verlaten. Ja, dan is het lekker scoren. En we gaan verder met een stand van 3-2. Para que no se diga con el 19 Ben Hodge. Doorgebroken met de bal. Toch de schietkans. Maar daar gaat de vlag omhoog. Het is buitenspel. Dat was een overtreding, oordeelt de scheidsrechter. Die geeft een vrije trap. Weet zijn tegenstander te ontglippen. Maar door zijn goede rugdekking kan de aanval toch in de kiem worden gesmoord. 3 minuten blessuretijd. Die tackle leidt tot een inworp. Torres. Bal kwijtgeraakt. Dat was een slechte paas. De counteraanval behoort nu tot de opties. De counter leek gevaarlijk, maar het eindigt niet zoals ze voor ogen hadden. Daar schiet hij op doel. Knap gekeerd door de keeper. Hoekschop komt voor. Er is rust, zegt de scheidsrechter. Tijd voor een versnapering.
Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? Schot tegengehouden door de keeper. Korte bal naar een teamgenoot. Ja, nu zit er een keeper tussen. Hè. Gepakt door die inzet. Jij gaat niet nog eens scoren. Nee, die zit er goed bij. Voor het doel gebracht. Van die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Dribbel, dribbel. Daar komt hij aan hoor. Een hele aardige poging om de voorsprong uit te breiden. Ja, het is goed dat ze kansen blijven creëren. En niet alleen op die voorsprong gaan teren. Ferran Torres. Een kans om te scoren. Bal via Neuer. Het spel gaat verder. De keeper heeft de bal klem. De aanvaller doet eigenlijk niets bijzonders met die enorme kans. Nu zouden ze best kunnen counteren. Het leek of de counter schade kon aanrichten. Maar ze raken de bal kwijt. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. De scheidsrechter fluit af voor buitenspel. Een sterke verdedigende actie, waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. De bezoekers zijn de laatste 15 minuten heer en meester op dit veld. En met alle kansen die daaruit voortvloeien, is het nauwelijks voor te stellen dat ze hier een nederlaag gaan incasseren. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Ja, nu kan er een counter komen. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Goal! En weer is hij de keeper te slim af. De tweede keer vandaag. Wat een ijskonijn. Ijskonijn? Ja, ijskonijn. Best aardig ingeschoten hoor. Daar niet van, maar ja. De bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te balen. Trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Voorzet recht voor het doel. Dat oogte gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter, zien zij ze ook. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart.
Dit begint er aardig uit te zien. Een leep balletje diep. Knap gekeerd door de keeper. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En hij wordt weggewerkt, die hoekschop. Rafinha. Hij laat gewoon geen doelpunt toe. De bal gaat achter. Doeltrap. Deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Wat een mooi duel is dit voor deze aanvaller. Telkens gevaarlijk voor het doel. Lekker hoor, om zo'n gretige speler in je team te hebben. Hij schiet de bal. 6-9, hè? Maar het spel gaat verder. Oh, wat een redding, zegt die duik van Szczęsny. En deze neemt hij kort. Snijdt naar binnen. Ja, hij heeft hem, hij houdt die bal. Mooi getoken van Szczęsny. Voorgezet, maar kort gespeeld. En dan trek je naar binnen. Het schot wordt geblokkeerd. Gestopt door Szczęsny, maar het spel gaat verder. Zo goed, dat schot komt nog op het aluminium. Ondertussen blijkt het ook buitenspel te zijn, maar toch, het scheelt allemaal weinig. Is ingeleverd. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Dit is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Deze kun je maken hoor. Klasse zeg, wat een verdedigend werk. Een kans op een counter. Toeschouwers willen niets liever dan dat hij uithaalt. Ja, die telt. Hiermee zet hij zijn tweede doelpunt van de dag achter zijn naam. Wat een killer. Ja, op een voetbalveld natuurlijk. Ik wil niet dat de politie achter zich gaat. Wat is dat toch lekker, hè? Als je een bal zo perfect kan raken. Zo hard. De doelman heeft dan gewoon veel minder tijd om te reageren. Dat is ook hier het geval. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Hij oogt echt niet fit meer hoor. Kan er zomaar in? Mats Hummels zit ertussen. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Voor het doel gebracht. Uitstekende ingreep van die sluitpost bij de corner. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Oh, doelpunt! Wat een prestatie hier! Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten! Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Wat een score zeg. 6-2. Saai is het niet. Een loopactie. Bijgestaan
door zijn teamgenoot. Hij keert de bal knap. Een mooi moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Niet meteen in de 16, maar kort. Naar binnen getrokken. Zo dicht bij een doelpunt. Maar die poging strandt op de lat dus. Acht minuten nog op de klok. De tijd dringt. Steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Goede kans! Neuer pakt die bal. Uitstekende mogelijkheid. Oh, knap gered, zegt die bal. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Wat een steekpaas. Dit kan iets worden. Makkelijke redding voor Neuer. Die had ik ook gehad. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. De scheidsrechter fluit niet. Het is voordeel. Wout Weghorst. Kans om te scoren. Oké, we tellen deze mee. Ook al is het meer voor de eer. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Negen doelpunten in dit duel. 6-3. Koekoek. Oh, hij gaat er langs. 6-9, maar het spel gaat verder. Ja, toch doelpunt. Ze hadden er twee pogingen voor nodig. Want die keeper kon in eerste instantie nog knap redding brengen. Je hebt van die spelers die als het ware lijken te weten waar de bal terecht gaat komen. Dat is hier zo'n voorbeeld van. Eerst gaat de bal richting de verre hoek en dan komt hij terug het veld in en dan zit hij er gewoon heel goed bij. Wat een doelpunt te verstijnen, zeg. We hebben niks te klagen. We gaan zo de blessuretijd in en die gaat 5 minuten duren. Via de lat gaat de bal achter. En nu snel schakelen voor de counter. En daar is toch nog een doelpuntje voor ze. Een schrale troost voor de supporters. Ja, nou ja, oké. Ze doen toch nog hun best om er iets van te maken. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Altijd sterk in balbezit, deze speler. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. De verdediger stopt die voorzet af. En nu een inworp. Er wordt naar binnen gesneden.
De doelman staat zijn mannetje. En voor de lijn die bal weggewerkt. Dat is het laatste fluitsel. Ze winnen in eigen stadion. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.